die EK-uitslagen goed zou kunnen voorspellen. Ook de perspal die leeft niet meer en dus vonden ze in Dierentuin De Pijp uit Amsterdam dat er een opvolger moest komen. Nou, en daar zijn ze nou op zoek naar Holland's Next Octopus Paul. Aan de telefoon Tim de Waard, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, het EK begint deze week. Is er al een winnaar? Is er al een winnaar? Nou, wij hebben de 12 dieren die de kandidaten zijn van Holland's Next Octopus Paul laten voorspellen. En ik kan je zeggen dat de 8 beesten Nederland hebben voorspeld en 4 Denemarken. Dus in dat opzicht ziet het er goed uit. Ja, dat is de eerste wedstrijd aankomende zaterdag. Maar laat je ze gewoon allemaal gewoon de hele tijd gokken? Of komt er uiteindelijk eentje uitrollen die dan zeg maar de nieuwe Octopus Paul is? Nee, als je fout voorspelt, dan ook al ben je nog zo'n leuk beestje, dan val je gewoon keihard af. Oh, het is, dus okay. Na de eerste wedstrijd vallen er een paar af, of 8 of 4 dus. Mocht Denemarken winnen, dan vallen er 8 af. Nederland wint er 4. Ja. En daarmee gaan we verder. En zo komen we langzaam uit tot het beestje met de paranormale gaven die wij waar wij dus hard naar op zoek zijn. Nou, je kan het wel mooi brengen in ieder geval. Ja. Maar het is wel te gek. Ik heb het trailertje. Het ziet er zo fantastisch uit. Je ziet al die beesten. Ze hebben 2 bakken. Bij de ene staat dan de vlag van Denemarken en de andere de vlag van Nederland. Je zou ook kunnen zeggen, ik hou gewoon al die dieren aan. En je krijgt gewoon een statistisch gevoel bij hoe de wedstrijd zal verlopen. Nee, het is Holland's Next Octopus Paul. En bij al die andere vreselijke programma's is het gewoon, doe je het fout, dan val je af. Ja. En we willen ook gewoon heel graag. We willen gewoon heel graag erachter komen wie nou echt het voorspellende beestje van Nederland is. Ja. Dus als we straks eentje over hebben, dan voorspelt die de rest van de wedstrijden. Ja. Dat is Holland's Next Octopus Paul. Ik vind het een goed verhaal. Het is natuurlijk echt één grote onzin, maar tegelijkertijd voelt het ook wel heel erg serieus. Nou, het is heel leuk en het is heel grappig. Maar wij gebruiken ook wel dit initiatief om te laten zien hoe leuk kinderboerderijen zijn. Ja. En daarvoor hebben wij dus nu kinderboerderij De Pijp in Amsterdam. Best wel goed verborgen kinderboerderij die echt heel erg tof is. En zo willen we ook laten zien hoe leuk kinderboerderijen zijn. En zo zoeken we ook vrijwilligers en donateurs voor kinderboerderij De Pijp. Als ik nou naar de Pijp toe ga, zie ik dan de dieren daar allemaal zitten? Of hoe moet ik dat voor? Ja, dan zie je ze in levende lijven in het trainingscomplex kinderboerderij De Pijp. Zijn ze op dit moment zich hard aan het voorbereiden voor de volgende wedstrijd natuurlijk. Maar daarnaast gaan ze ook gewoon op bezoek bij bejaardentehuizen om te knuffelen. En kun je met je kind lekker langs. Ze zijn elke dag open. Ja, en je moet wel oppassen dat niemand de wedstrijd manipuleert met wat extra lekker eten in een bepaalbakje. Dat moeten we niet hebben. Ja, dat moeten we niet hebben. Wat is jouw favoriete dier? Welke denk jij gaat overblijven en wordt uiteindelijk de nieuwe Octopus Paul? Nou, ik vind ze natuurlijk alle 12 even leuk, Klaas. Dat snap je. Nee, maar er zitten wel een paar echt extreem coole beestjes tussen, hoor. We hebben bijvoorbeeld Athena de Geit. Die ziet er echt uit als een soort een soort hippie uit de jaren 70 met een enorme lange vacht voor ze. Ja, een heel goed kapsel. En we hebben een borstelkavia. En vergeet Axel de axolotl niet. Dat is een soort prehistorisch beestje. Die eet reepjes biefstuk. Dus daar moesten we in de tank met twee biefstukjes zwaaien. En dan kwam je uiteindelijk bij Nederland of bij Denemarken uit. Ja, wat heeft hij eigenlijk gekozen, weet je dat? Volgens mij heeft Axel Nederland voorspeld. Oh, kijk. Ah, dat dus gaat laten we hopen kant dat op. Hij daarom in de race blijft, jazeker. Nou, alle dieren zijn te bekijken op hollandsnextoctopuspaul.nl. Heb je nog geen favoriet dan, Klaas? Ja, nee, ik ben helemaal voor die cavia, man. Ja, dat is een goeie, hè? Die cavia is fantastisch. En die heeft Nederland gekozen ook. Ja, daarom. Ja, nee, ik denk ook dat die zit goed met die cavia, denk ik. Ja, hoe heet die ook alweer? Hele goede vraag. Flo de borstelkavia. Flo de borstelkavia. Nou, ja, dat is mijn geen gewone borstelkavia, een borstelkavia. Bij deze mijn favoriet en zaterdag gaan we zien of die gelijk heeft of niet. Top.